En leuk dat jullie kijken naar aflevering nummer 4 van MRK Academie. Aflevering 4 alweer? Ja, dat gaat snel, hè? Ja, dat gaat zeker snel. In de eerste 3 seconden moet je de kijker meteen beet houden. Want dat is het moment dat mensen bepalen of ze de video blijven kijken. Of dat ze wegklikken en doorgaan naar een volgende. Je kunt je film dus onderscheiden op vele manieren. De eerste indruk. Hoe wil je overkomen als bedrijf en wat wil je benadrukken? Zijn jullie bijvoorbeeld heel snel? Betrouwbaar? Misschien een beetje aan de goedkope kant? Of heel onderscheidend? En eerlijkheid duurt natuurlijk het langst. Laat zien wie jullie zijn als merk en doe je niet anders voor. De kijker wil graag de mensen achter het bedrijf zien, zodat het ook persoonlijker wordt. En met film en mooie shots kan je natuurlijk alles ook iets mooier laten lijken dan dat het is. Daar hebben we natuurlijk de bepaalde trucjes voor. Hopelijk hebben jullie wat aan deze tips en trucs en dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!